Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar Fem. Dit keer een video over school, want ik zat laatst te denken dat ik het zo jammer vind dat je zo ontzettend veel dingen leert op school, maar dat je ze eigenlijk heel snel weer vergeet zodra je van school afkomt. En dat de meeste dingen die je leert in het leven, die eigenlijk het allerbelangrijkste zijn, dat je die helemaal niet leert op school. Dus vandaar vandaag 7 dingen die je niet leert op school, maar die ik zelf wel heel graag had willen leren. Oké, de eerste is misschien meteen de moeilijkste, want het is hoe je jezelf moet zijn. Heel veel mensen weten op hun 50ste nog steeds niet hoe ze zichzelf moeten zijn. En dat leer je ook niet op school, want school gaat heel erg over vergelijkingen. Het hele schoolsysteem is erop gebouwd om alles maar te vergelijken, hè? Door in het midden van je cijfers. Of de leraren kijken heel erg naar, nou, welke cijfers heb je vorig jaar behaald vergeleken met nu. Terwijl je volgens mij niet echt gelukkiger wordt van alleen maar kijken naar wat doet de rest. Maar je zou eigenlijk veel meer moeten kijken naar wie ben jij nu en wat wil je bereiken. En wat zijn je passies en je dromen en hoe ga je die behalen. Ja, de tweede is de 80-20 regel. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar het is eigenlijk zo dat 80% van al jouw resultaten, die komen door 20% van je inspanningen, van je activiteiten, zeg maar, van wat je ervoor hebt gedaan. Dus als jij heel erg goed weet welke 20% de meeste resultaten hebben opgeleverd, dan kan je het daar gewoon bij laten. Hoef je eigenlijk niet meer te doen, maar dan moet je wel heel goed weten welke 20% dat is. 3. Learn how to code. Coden. Coderen, hoe zeg je dat? Computertaal begrijpen. Hoe handig zou dat zijn? Alles en iedereen heeft tegenwoordig gewoon websites. Stel je voor dat je die gewoon helemaal zelf kan schrijven. Ik weet dat Jami best wel een beetje kan coden. En ja, het is natuurlijk bijvoorbeeld het beroep van programmeur is nu super populair, heel veel gevraagd. En dat is natuurlijk wel vooral echt een jongensberoep, maar zelfs dan zou het natuurlijk heel handig zijn als je de logica van computers steeds beter begrijpt. Want het schijnt dat ze in de toekomst ons hele leven gaan overnemen. Oh no! Oké, de vierde die gaat over het vinden van een baan. Nou, heeft lang niet iedereen van jullie al een baan of is al op zoek naar een baan. Maar toen ik van school kwam, en misschien dat mensen dit wel herkennen, dan moet je natuurlijk gaan solliciteren en dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar een baan als je niet eerst het geluk hebt dat je even mag reizen. En dat solliciteren gaat natuurlijk door middel van een sollicitatiebrief. En tuurlijk leer je heel goed op school hoe je een sollicitatiebrief opbouwt. Maar ja, elk bedrijf is zo verschillend en zo anders dat eigenlijk elk bedrijf een hele andere aanpak vereist en een heel ander soort brief. En daarnaast doen er natuurlijk heel veel mensen die willen ook die baan, want als het goed is ga je een beetje voor een leuke baan. Dan moet je natuurlijk ervoor zorgen dat jij, jouw uniek selling point, dat door die brief heen komt. Nou, hoe doe je dat? Dan moet je gewoon heel goed weten wie ben jij en wat heb je te bieden. Dat vind ik eigenlijk nog steeds best lastig hoor. Als mensen vragen, als ik ergens solliciteer of zo, en ze vragen waarom moeten we jou kiezen? Dan weet ik het heel vaak niet. Terwijl ik weet heus wel wat ik goed kan. Alleen ja, het is altijd wel fijn om daar van tevoren over na te hebben gedacht dat je dat gewoon paraat hebt. 5. Is echt goede kennis over voeding. En dan bedoel ik, welk soort eten maakt je sterker en laat je langer leven? En van wat voor soort eten kan je enge ziektes krijgen? Iedereen die weet natuurlijk wel dat in patat zit vet en in suiker zit snoep. In snoep zit suiker. En dat is niet goed voor je. Maar er zit ook heel veel suiker in brood en er zit ook heel veel suiker in fruit. En vetten zitten ook in kaas en in melk en in yoghurt. Ik las zelfs laatst in een boek dat het qua vetten gezonder is om een broodje kroket te eten dan een broodje kaas. Nou, nu word ik helemaal gek. Nummer 6. Hoe we om moeten gaan met geld. Hoe we bijvoorbeeld moeten sparen. Ik hoop dat je het van je ouders hebt geleerd, maar soms zijn ouders er zelf ook niet zo goed in. En ja, het is best wel lastig, ook als je gaat studeren. Iedereen die leent maar eindeloos van de IB-groep. En je denkt, nou, dat betaal ik later wel af, want dan verdien ik toch heel veel geld. Dat is allemaal heel makkelijk. Alleen, ja, ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik wist zelf niet van wat is nou het loon of wat is het salaris van een gemiddelde baan? En hoeveel zijn de vaste lasten van een volwassen persoon? Dat wist ik echt niet hoor, toen ik op school zat. Dus ja, dan studeer je af en dan zit je ineens met een schuld van 30.000 à 40.000 euro. Dat is echt volstrekt normaal in Nederland, maar het lijkt me niet heel fijn beginnen, toch? Oké, en de laatste, de 7e, die is lekker vaag. Leren houden van jezelf. Ja, dat leren we niet op school. En ik hoop dat we dat thuis wel leren. Ik heb het eigenlijk, ik weet niet of ik dat heb geleerd. Nee, niet echt. Ja, wat ik hiermee bedoel is dat je jezelf leuk vindt. Want iedereen die heeft kritiek op zichzelf. En om de kleinste dingetjes kunnen we al helemaal boos worden op onszelf en ons irriteren.
Maar wat hebben we er eigenlijk aan? Eigenlijk is het gewoon één grote waste of time and energy. Zo zie ik dat. En hoe jij jezelf ziet, zo zien anderen jou weer. Dus als jij jezelf niet leuk genoeg vindt, dan zou je misschien wel kunnen zeggen dat als je niet van jezelf houdt, dan ben je het eigenlijk ook niet waard dat anderen van jou houden. En dat is misschien wel heel heftig, maar ik word het allergelukkigst van het feit dat ik mezelf oké vind met mijn fouten. Dus dat wou ik nog even zeggen. Dit waren mijn dingen die ik had willen leren. Wat hadden jullie nou willen leren? Of hebben jullie dit misschien allemaal al wel geleerd? Dan loop ik gewoon onwijs achter. Dat kan natuurlijk ook. Dus laat het me even weten. En bedankt voor het kijken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op Fem, doe dat dan even. Je weet hoe dat gaat. Daar, hier ergens druk ik op een knop. Oké, tot over een week. Doeg! Ik word gewoon heel erg ontspannen en relaxed van verven. Dus dat is een leuke bonus.